Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. Nou, ik heb hier een hele bijzondere mens. En absoluut. Je doet supergoed werk. Zijn naam is Roberto Koppens. Ja, zeker. En hij is fitness- en dansinstructeur. En hij is juridisch adviseur bij Stichting Recht. Stichting Recht. Ja. Nou, vertel. Wat doet Stichting Recht? Stichting Recht is een organisatie die zich inzet om het systeem, zeg maar, weer op menselijk niveau te brengen. Mm-hmm. We maken juridische brieven, we doen rechtszaken, waaronder ook met de leerplichtambtenaar, naar hun, want het zijn er meerdere. En we proberen net het verschil te maken waarin je ziet dat het systeem ons steeds meer als nummer en burger gaat behandelen en wij het mens zijn willen terugeigenen. Okay. Ja, willen terug opeisen eigenlijk. Nou, wat goed. En hoe werkt dan zoiets? Iemand komt met een probleem. Laten we zeggen van iemand zit bijvoorbeeld hier, een kind zit op school. Ja. En dat kind wil van school af. Van school af bijvoorbeeld. Of de ouders willen dat het kind beter thuisonderwijs kan krijgen. Ja, Frank Roesink heeft bijvoorbeeld een zaak gedaan bij ons. We pakken de grootste zaken eruit. Omdat we niet voor iedereen persoonlijk de kleine dingen kunnen doen. Dus we willen echt het systeem. Dus we proberen het echt van hoog af op aan te pakken. Maar inderdaad, schoolplicht is iets anders dan leerplicht. Mm-hmm. In de natuurwet zit de leerplicht eigenlijk al verweven. Want al vanaf die geboorte begin je al met leren. Mm-hmm. Dus het zit eigenlijk al in je natuurlijk proces. Schoolplicht is iets anders. Op het moment dat jij schoolplichtig wordt, dan betekent het dat je school je kind hebt ingeschreven. En vanuit die inschrijving krijgt het dus een privaatrechtelijke grondslag, waardoor het schoolplichtig wordt. Als je kind dus nooit inschrijft. Ja, op school, dan, hè? Ja, inschrijft op school. Ja, inschrijft op een school. Maar dan kan ook inschrijven in de wachtrij voor school. Dat geldt al. Inschrijvingen zijn heel gevaarlijk, kan ik niet zeggen, maar er zit veel dwaling in. Hoe hou je kind eraf? Door actief aan te geven dat jij vanuit jouw levensovertuiging of geloofsovertuiging, of noem maar op, niet eens bent met de lessen die school biedt. Mm-hmm. Dus dat je daarom je kind ook niet weigert naar school te doen. En dat is jouw goed recht. Want jij bepaalt zelf hoe jij jouw kind groot wil brengen vanuit jouw eigen levenservaring, levensovertuiging en geloofsovertuiging. Mm-hmm. Op het moment dat een ambtenaar daar, een leerplichtambtenaar of wie dan ook, dwang op uitoefent, dan is hij daadwerkelijk waar ook strafbaar bezig. Op artikel 365 strafrecht. Waarin staat dat een ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, iets niet te doen of te dulden, wordt gestraft met een gevangenisstraf van 2 jaar voor geldboete of vierde categorie. Dus daar mag je de ambtenaar ook best op aanspreken. En daar heb ik dus ook bij Frank Roesink gemeld. De levensovertuiging, inbreuk op jouw levensovertuiging, is dus strafbaar op artikel 137c DNE strafrecht. Dus allemaal strafbare feiten die het systeem pleegt. Door jou onder dwang jouw kind naar school te laten brengen terwijl je dat niet wil. Punt is alleen dat veel mensen niet doorhebben dat zij door middel van die inschrijving of aanmelding daarmee een contractuele basis gaan vormen. Mm-hmm. Ze vormen daarmee de grondslag waarop de plicht komt dat het kind naar school moet vanuit die inschrijving. Want door die inschrijving de voorwaarden van de gemeente en van die school op jou gaan gelden. En dat is met alles zo. Of je nou inschrijft op Facebook, dan staat er ook altijd, ga je akkoord met de algemene voorwaarden, alleen door een inschrijving. Hè? Maar dat is dus ook als je inschrijft in de gemeente, op een school, of waar dan ook. Elke inschrijving heeft een voorwaarde. Algemene voorwaarde, ja. Die op jou gaat gelden op het moment dat jij daar je handtekening voor neerzet. Dus dat heeft allemaal een contractuele grondslag. Ja, en dat zou dan betekenen dat je er dan nooit meer onderuit zou komen? Nee, want hebben ze voldaan aan de meldplicht? Is jou gemeld op het moment bij inschrijving dat jouw kind dan inderdaad gegrond vastzit tot de 18e aan dat schooltraject, contract? Mm-hmm. Nee, dus ze hebben jou in dwaling gebracht. Okay. En dat is weer 228 burgerwetboek 6. Want dat staat er wel, dat staat niet in de algemene voorwaarden dat je daar aan moet voldoen? Nee, ze zeggen dan, ja, je had je maar moeten houden aan onderzoeksplicht. Dus je had zelf maar op internet moeten zoeken hoe dat dan te werk gaat. Mm-hmm. Maar ja, je kan niet zoeken naar iets wat je niet weet. Nee, dus, en als je een auto koopt, dan moet je altijd
dingen gemeld worden. En vanuit die melding kan je dus dingen gaan onderzoeken. Mm-hmm. En je kan wel dingen gaan zoeken omdat je niet van iets weet. Maar als je helemaal niks van iets weet, dan ga je daar niet naar op zoek. Ja. Dat is goed. Ja, dus je bent in dwaling gebracht door die inschrijvingen. Omdat het voelt alsof het een vrijblijvend iets is. En omdat het zo hoort. Maar het hoort niet zo. Dus die dwaling kun je ook gewoon bij de leerplichtambtenaar voorleggen. Luister, ik heb mijn kind op school gebracht. En niet wetende dat ik daarmee een contractuele voorwaarde aanging. Dus ik ben daadwerkelijk in dwaling gebracht. En alles wat ontstaat door dwaling, misbruik of dwang, is nietig. Mm-hmm. Op artikel 44, 49, 50 en 53 van burgerwetboek 3. Dus dan kun je dat nietig verklaren. Dat is wel een proces wat je niet in één keer hebt gedaan. Dus als je daarvoor kiest en je bent dat traject echt in, dan ben je echt al jaren verder voordat je je kind eruit hebt, zeg maar. Als ik kijk naar Frank, dat heeft 2 jaar geduurd. Het kind ging al wel niet naar school, maar het heeft 2 jaar geduurd voordat hij eindelijk die erkenning kreeg. Ja, en hoe heeft hij dan die erkenning gekregen? Op basis van hoe jij dat nu vertelt? Ja, mede door de basisdingen. We hebben geholpen bij zijn brieven, bij zijn kennis en zijn vermogen. Hij heeft het wel allemaal zelf gedaan. En dat is ook wel heel krachtig van hem, want heel veel mensen willen zich laten vertegenwoordigen. Mm. En daarvan zeggen wij eigenlijk, ga het zelf aan de slag. Het is veel beter voor je bewustwordingsproces en om in je kracht te gaan staan. Ja. En wat jij van anderen leert, leert een ander weer van jou. Ja. Dus daar kan ik hem echt wel chapeau op geven. Ja. Maar hij heeft het heel goed gedaan, ook door de brieven en de kennis die we hem gebracht hebben. Ja, onwijs sterk. Michael heeft daarbij geholpen en ik zelf ook. Dus nou fantastisch zeg. Ja, toch? En ja, maar dit is toch waar we heen willen, jongens. Hè? Ik bedoel, als jij niet meer voelt dat, dat het iets is wat bij je past. Bijvoorbeeld, we hebben het nu dan even over school. En dat je kind tegen van alles en nog wat aanloopt en eigenlijk ongelukkig is op school. Hè? En dat er andere mogelijkheden zijn waardoor je kind dus zich houdt aan het leerplicht in plaats van schoolplicht. Want dat hebben wij hier in Nederland. Alleen het schoolplicht gaat pas gelden dus wanneer je ingeschreven hebt of in de wachtrij. Leerplichtig ben jij eigenlijk altijd. Ja. Want vanaf je leert lopen, je leert dus. En dat wat jij je kind leert is aan jou. Kijk, en als het kan lezen, rekenen, schrijven, dan kan hij zich heel goed manifesteren in de maatschappij. Dus dat is eigenlijk de basis. Ja. Veel mensen weten het ook niet, dat je krijgt eigenlijk maar één diploma. En dat is als je van de middelbare school afkomt. Mm-hmm. En dat is vooral gefundeerd op het lezen, rekenen en schrijven. En de rest, als je een opleiding gaat doen of wat hebben dan ook, dan krijg je een bewijs van deelname. En dat noemen ze dan diploma, maar het is niks meer dan het bewijs dat jij hebt deelgenomen aan de opleiding. En dat jij uit naam van die opleiding jou mag prefereren op de werkvloer. Ja. En de naam van de opleiding zorgt ervoor, is eigenlijk een ecosysteem. Mm, zorgt ervoor dat jij, je hebt de opleiding aan de Universiteit in Leiden gedaan. Oh, dat is een grote naam, dan kom maar, weet je. Want dat papiertje is gewoon naamsbekendheid. Weet je dat heel veel mensen dit ook gebruiken, die ook bijvoorbeeld een coach zijn. Ja. Of wie Tony Robbins doet bijvoorbeeld ook. En heel veel andere grote coaches, die laten dan, die bieden dan een opleiding aan. En dan mag jij vanuit hun naam. Ja. De coach zijn. Ja. En dan moet je dan wel zoveel procent van afdragen. Ja, ook dat. Ja, het is een heel systeem. Eigenlijk een marketing iets eigenlijk. Maar ook als je op de LOE een opleiding gedaan. Ja, ik heb studie vrije tijdsmanagement gedaan op de LOE. Oh, dat is heel goed, want LOE heeft een grote naam. Dus het gaat allemaal om naamsbekendheid. Ja. Maar ze kunnen je in die opleiding niks leren, bij wijze van spreken. Maar omdat de naam zo groot staat geschreven, vertrouwen ze erop dat jij het kan. Dat is het hele systeem. En de meeste mensen die dan die opleiding hebben gedaan, vinden er geen moer aan. Dus die gaan eigenlijk zonder passie gaan ze ergens beginnen. Een heel goede voorbeeld is ook Zumba. Zumba is natuurlijk bedacht door één iemand die dat erin heeft gebracht. Die is daar licenties voor gaan geven, opleidingen. Maar weet je hoeveel Zumba-instructeurs uit de maat dansen of niet op de maat kunnen tellen? Maar omdat ze op de naam van Zumba mogen handelen, worden ze geboekt. Ja, maar bij vechtsporten doen ze hetzelfde. Als je weer een nieuwe vechtsport ontwikkelt, dan mag jij je naam eraan plakken. En dan mogen andere mensen daar dan gebruik van maken als ze bij jou die les hebben gevolgd. Het heeft niks met kwaliteit te maken. Dat betreft. Ja. Nee, maar het is ook wel echt hilarisch. Het is allemaal een beetje patent, hè? Ja. Ja, allemaal patent. Ja, als je dat door hebt, dan zie je dat het allemaal fictie is. Ja, precies. Dus stel mensen, ik heb bijvoorbeeld een vriendin van mij, zij heeft haar kinderen van school gehaald tijdens de corona. Ja. Omdat ze het niet eens was met die mondkapjes en dat soort dingen. Maar goed, dat gaat natuurlijk niet over richtingsbedenkingen. Ja? Dus dan valt het al niet weer onder de wet. Want je mag thuisonderwijs geven op basis van richtingsbedenkingen.
Nou ja, in feite gaat het daar ook wel om, want de richting is veranderd geleidelijk het proces. Maar haar kinderen zijn uit huis geplaatst. Ja, doordat zij de kind dus thuis had gehouden en wel thuis les heeft gegeven. Ja. Maar na een jaar hebben ze de kinderen uit huis geplaatst. Ja, hoe lossen we zoiets op? Nou, een oplossing, als ik een oplossing had, dan waren heel veel kinderen al terug. Ja. Je ziet gewoon dat het een misdaadorganisatie is. Dat mag ik gewoon heel hard zeggen. Ja. En een misdaadorganisatie gaat altijd door in de misdrijf dat ze plegen. Anders, dat maakt het zo'n misdader. Mm. Want wat geeft jou het recht om jouw kinderen uit huis te halen, omdat jij anders denkt dan waarvan zij willen dat jij denkt? Dat is programmeren denken. Jouw kind moet, het vak burgerschap wordt verhoogd en genderneutralisering, insecten eten. Komt allemaal in de pakketten erbij, waarop de kind geprogrammeerd, geïndoctrineerd, moet trainen. Mm. Ik las ook laatst op internet een site waarin stond dat we de kinderen democratisch moeten indoctrineren. Ja, dat is toch stond er letterlijk in. Dat geeft toch al aan, wat is dit voor bizarre wereld. Ja, is echt heel ziek. Ja. Dus ik support het alleen dat jij vanuit jouw levensovertuiging en beleving, hoe jij het leven wil zien, jouw kind niet meer naar school wil brengen, maar wil opvoeden en wil laten leren in de principes die jij hebt, in jouw kunnen. Kind, jouw vlees en bloed. Dus wat geeft hun het recht om jouw kind uit huis te halen om die reden? Mm. Dat laat al zien dat we te maken hebben met mensenhandel, artikel 273 F strafrecht. Ja. Een kind is jouw creatie en alles wat jij creëert is van jou. Maar ze refereren het kind aan de natuurlijke persoon en de natuurlijke persoon is van hun. Mm-hmm. Die jij als houder bij je mag dragen. Mm-hmm. Dus het gevaarlijke hiervan is dat je hebt geen, je kan procedures volgen en ze beroven jou van je tijd, want dat gebeurt. Mm. Maar je hebt niet die arm die zij wel hebben, die machtsmisbruik die zij toepassen. Mm. Dus dat wordt of procederen of inderdaad als een revolutie terug gaan gooien. Ja. Wat je al wel meer ziet, vooral in Frankrijk. En dit is geen opruiming wat ik hier zeg, maar we moeten ergens wel zeggen, tot hier en niet verder. En je grenzen duidelijk aangeven. En het is jouw recht. En op het moment dat jij al je kind uit huis wordt gehaald en je krijgt een papier terug van die en die data hebben je kind uit huis gehaald en je tekent daarvoor, dan geef je daar een contractuele voorwaarde aan. Dus dan geef je eigenlijk toestemming. Terwijl het gewoon mensenhandel is. Het is gewoon mensenhandel. Ja. Want hier gisteren liep een dame voorbij met haar kindjes en die zitten dan hier op school. En dat is een speciaal onderwijsschool, zeg maar. En ja, omdat het een kind niet meekwam of zo, hè, in de ontwikkeling, werd het gelijk al een stempel gegeven. Van nou, dat is een speciaal kind, moet een speciaal onderwijs. Ja, ja, ja. En zij wilde eigenlijk heel graag de kinderen gewoon dan thuisles geven. Want zij wil niet dat die kinderen die stempel krijgen, omdat er is helemaal niks mis met het kind. Nee. Dat heeft gewoon wat meer aandacht nodig. Ja. Nou ja, toen dreigde de leerplichtambtenaar ook gelijk met van nou, dan geef ik het uit handen aan de kinderbescherming. Ja. Ja, dat is toch niet normaal? Ja, het kinderbescherming moet je gewoon buiten de deur houden. Dus op het moment dat ze aankloppen en zeggen, joh, we hebben een melding gehad. Politie doet dat ook en je buren zou het ook nog, iedereen kan een melding maken. Mm-hmm. En op het moment dat jij ze binnenlaat, dan toon jij een gedrag van toelating waarop het dossier eigenlijk begint. Dus hou ze buiten de deur. Op het moment dat iemand van de kinderbescherming daar komt, ik doe met jou geen zaken, ik ga met jou geen zaken doen, ik teken niet, jij bent lekker blij buiten de deur en ik heb niks met jou te maken. En dan kunnen ze ook niks doen. Maar heel veel mensen schieten in die angst. Mm-hmm. En vanuit die angst zeggen ze van, oh ja, kom maar binnen en je ziet hoe goed het hier is en hoe mooi het is, dan gaan ze zich nog beter voordoen. Ja. Niet nadenken dat ze al de kleinste dingetjes al opschrijven. Ja, we proberen en vaak de ook, val te lokken. Ja, en vaak zit er ook gewoon valsheid in geschriften en leugenachtige verklaringen in die dossiers. En dat is afgelopen jaar ook heel bekend geworden. Dus het is heel. Maar ze verdienen ook heel veel geld aan zo'n kind. Hoeveel verdienen ze? Ja, dat kan ik dan niet benoemen. Maar ik weet wel dat er een potje wordt gegeven voor elk kind wat onder de overheid gaat vallen. Mm-hmm. Ik denk dat Michael dat beter kan beantwoorden, okay, denk ik. Of Arjan Loijmans. Ja, morgen komt hij. Ja. Maar het is gewoon, het is echt handel. Het is echt handel. Ja, ja, het is dat de bizarre voor woorden wat hier zich allemaal afspeelt. Oké, dus als bijvoorbeeld de kinderbescherming komt, hou je dat gewoon buiten de deur. En dan kunnen ze hun mag niet gebruiken? Of dan nee, mijn ervaring is, ik heb wel een paar ervaringen gehad. Ook dat ze dan gaan ze naar school toe. Mm-hmm. En school die denkt dan medewerking te moeten verlenen. Dus ik heb ooit een brief geschreven voor iemand die naar me toe kwam.
naar de hoofdbestuurder van de school. Van luister, je mag geen persoonsgegevens afgeven. Ook niet over je kind, ook niet naar een derde instantie. Dat mag gewoon niet. Nee. En toen hebben ze zich helemaal teruggetrokken. Oh. Maar dat moet je weten. En je moet school daar op tijd voorbij zijn. Ja, ja, want ja, school ja, geeft het al, omdat ze denken dat het moet. Ja. En dat is allemaal die programmeringen in dat hoofd. Van, oh, de overheid klopt aan, dus we moeten luisteren. De onderdrukking. Ja, terwijl kinderbescherming gewoon een privaatrechtelijke organisatie is. Okay. Wat houdt dat in? Je hebt publiek recht en je hebt privaat recht. Dan kan ik hier wel uitleggen. Ik heb het hier voor staan. Ja, leuk. Laat me zien. Hier heb je een heel beroemd plaatje van Jeroen. Publiek recht is overheid-burger, wat hier staat. Mm-hmm. Dus alles wat gaat tussen overheid en burgers en omgekeerd. Mm-hmm. Daar valt onder strafrecht, bestuursrecht. Mm-hmm. Daar valt ook onder staatsrecht en internationaal recht. Maar die heb ik hier nou niet bij staan. Mm-hmm. Dit is privaatrecht. En privaatrecht is burgers onderling of private rechtspersonen, organisaties. Mm-hmm. En dat gaat allemaal over contracten. Okay. Dus alle 10 burgerlijk wetboeken vallen onder privaat recht. Mm-hmm. Nou, een kinderbescherming is een private bedrijf, weliswaar van de overheid, maar die privaat wordt neergezet. Mm-hmm. Dus je gaat alweer een contractuele voorwaarde aan op het moment dat jij jeugdzorg of kinderbescherming tot jou toe laat dwingen. Dus privaat is dat ik gewoon een bedrijf kan starten als kinderbescherming? Noem ze privaat. En dan in feite wel. Ga ik in samenwerking met de overheid aan? Ja. Okay. Exactly that. Ja. Privaatrecht is ook een heel sterk recht. Waarom? Dan ga ik even naar strafrecht toe. Mm-hmm. Geweld, vrijheidsberoving, dwingen. Dat is allemaal strafbaar in het wetboek van strafrecht. Ja, dat is strafbaar. Maar je hebt mensen die van SM houden. Mm-hmm. Die willen opgehangen worden, willen geslagen worden. Mm-hmm. Terwijl ik net heb gezegd dat het strafbaar is. Ja. Dus die stellen zich daar de ander privaatrechtelijk voor vrij. Mm-hmm. Dus jij kan afwijken van het strafrecht als jij de ander toestemming geeft dat met jou te mogen laten doen. Ja, als je zelf akkoord gaat. Ja. Dus dat is de kracht van contractrecht. Nou, en dat zie je dus ook bij hoe de overheid en de politie vaak werkt. De politie neemt jou mee en die pakt jouw spullen en dan moet je tekenen dat ze die spullen hebben. Dus je tekent eigenlijk voor vrijwaring toestemming dat ze die spullen hebben. Oh, wij spreken. Ik moet het eventjes volgen, want ik heb zoveel vragen ineens weer. Oh jee. Nee, het is allemaal zo interessant. Ja, heel interessant. Even kijken, wat vertel je nou? Dus iemand gaat, je hebt de incassobureau, dan waarschijnlijk. Ja, ja, incassobureau, die komt jouw spullen halen. Ja. En daar teken jij voor? Dat kan. Incassobureau wordt vaak ontstaan door schuld. Mm-hmm. Dat wordt wat zij dan claimen, hè, door schuld. Maar dan kun je ook twee dingen doen. Ja, laat ik zo zeggen, een gedraging, een mondeling kan actief of stilzwijgend worden verleend, een machtiging. Een mondeling overeenkomst is ook rechtsgeldig. Dus stel, een incasso komt aan jouw deur en zegt, ja, je hebt niet betaald, we komen beslag leggen op jouw spullen. Mm-hmm. Wat doe je dan? Zeg je, ja, ik heb niet betaald en je geeft toegang tot die deur, mm-hmm. maar je eigenlijk mondeling toezegt, leg maar beslag. Mm-hmm. Of ga je voor die deur staan en zeg je, nou, ik heb niks te maken met u. U bent een derde partij bemoeienis. Mm-hmm. U heeft of de schuld overgenomen, mm-hmm. overgekocht, mm-hmm. waar ik geen toestemming voor heb gegeven, mm-hmm. waar ik ook geen bijdrage heb. Dus dat is tussen jou en die anderen. Mm-hmm. Ik ken u niet, ik heb geen zaken met u, dus u blijft lekker buiten de deur. Ja. Dan heb je de kans dat ze de sterke arm erbij gaan halen en die gaan mee in die strafbare feiten. De politie, hè, dan? Maar je houdt, de politie. Maar je houdt die willekeur in stand. En alles met willekeur is verboden. Okay. Dus op het moment... Wat is willekeur? Willekeur is zeg maar, ik pak jouw telefoon. Mm-hmm. En jij bent van, dat is jouw telefoon, die heb ik gestolen van jou. Dat is willekeur, want jij bent van mening dat ik jouw eigendom heb gestolen. Mm-hmm. Op het moment dat ik jouw telefoon pak en ik denk, dat is mijn eigendom. En jij denkt, het is jouw eigendom. Mm-hmm. Dan is het nog steeds willekeur, want we zijn beide van mening dat we iets hebben wat van ons is. Okay. En we komen daar niet uit. Okay. Op het moment dat ik jouw telefoon pak en jij zegt van ja... Dat is je goed recht, hè? Mm-hmm. Doe maar. Mm-hmm. Dan heb ik jou dus met toestemming beroofd van jouw eigendom. Oké, okay. Ik snap dus, hem. Snap je? Goed, en dan vervalt die willekeur. Want iedereen het ook snapt. Dan vervalt die willekeur. Ja, oké. Okay. Dus, en dat is ook met die incasso. Je kan zeggen, kom maar binnen, dan vervalt die willekeur. Geef je toestemming tot binnentreden en dan gaat daar eigenlijk het proces beginnen. Ja. Terwijl als je zegt nee... Wordt het voor jou al moeilijker om te binnen. Terwijl als je zegt, nee, u komt niet binnen en sterke arm wordt erbij, je wordt meegenomen naar de cel, maar die willekeur blijft in stand. Mm-hmm. Het heet, en ze gaan dan alsnog beslag leggen op je spullen, mm-hmm. maar het zal allemaal onrechtmatig gebeuren, omdat jij... Niet akkoord gaat. Ja, je hebt nooit die willekeur laten vallen.
Daarom is willekeur ook heel belangrijk. Ja, oké. Okay. Dus altijd willekeur. En wat kan je dan doen? Stel je wordt meegenomen en je spullen zijn afgepakt. Nou, de spullen zijn vaak... mijn ervaring dat ik vast zat 4 uur in Hilversum, omdat ik ging demonstreren. Ik kwam binnen in een voorstelletje en ik moest tekenen voor medische hulp, voor als me iets zou gebeuren. Okay. Mijn kennis was toen nog niet zo ver, dus ik heb getekend. Maar terugdenkend heb ik eigenlijk getekend dat iemand anders mij mag vertegenwoordigen als mijn medisch iets gebeurt. Of als de politie zou zeggen, luister, we willen een psychologisch onderzoek met jou doen. Je hebt daar allemaal voor getekend. En je hebt daarmee de ander vrijgesteld van de... Ook weer misleid. Je hebt je wil geuit, ja. Het is want misleiding. Je denkt als ik doodga of als ik hier lig te creperen, dat iemand me komt redden. Dat ga ik vanuit, ja, toch? Zo brengen ze het ook. Ja. Maar op het moment dat jij een epileptische aanval in je cel krijgt, dan zijn zij aansprakelijk voor de vrijheidsberoving en de medische gebreken die in jouw cel hebben plaatsgevonden, als jij niet hebt getekend. Oké, dus dan hadden ze dat sowieso moeten doen. Ja. Dus nu teken je voor eigenlijk de hele andere je vertekent kant. Eigenlijk, je tekent eigenlijk dat je laat vertegenwoordigen door een arts die je niet kent. Mocht jou iets gebeuren, of als zij stellen dat jij een psychologisch onderzoek moet hebben. Want ik heb helemaal kippenvel van hoe goed jij dat allemaal goed kan uitleggen. Dat Dank meen je ik echt. Ja, nee, echt. Dat vind ik zo fantastisch. Ja. Want je komt gewoon allemaal weer in je kracht te staan, jongen. Want het is gewoon een zware misleiding waar je in terecht komt, echt, toch? Ja. Ik kan hier uren naar luisteren, dus jullie hebben nog genoeg om te kijken. Resultaat. Ja, ga door. Ja, en dat is dus ook met spullen. Als je vast moet zitten, moet je spullen inleveren. Maar je tekent ook voor spullen teruggaven. Dus we stelen het van je, maar het is niet stelen, want je hebt je wil geuit dat je akkoord bent met het in beslagname. Het staat als borg nu. Ja, in feite wel. Je begeeft het je terug. En als je dat tekent en je hebt door alle stress niet door dat we misschien je telefoon hebben uitgelezen of dat we je pasje bij hebben gehouden. Ik zeg maar wat, dan heb jij getekend dat je alles terug hebt. Dus alles wat je niet terug hebt gekregen bij spreken. Maar je kunt ze dus niet meer vervolgen op diefstal. Omdat je je wil hebt geuit. En dat is allemaal bewijslast wat bij hun ligt. Dat als jij een rechtszaak start, dat zij, ja, maar hier, hij heeft hier getekend. Helemaal vrijwillig, weet je wel. Bizar. Zo wordt dat spelletje heel veel gespeeld. En allemaal op de achternaam. Ja, oké. Okay. Ja. De achternaam. Dus dat is natuurlijk de het persoon. Hebben we vaker in de video's over gehad. Hè? Dat is het product, hè? Je persoon. De mens en persoon. Ja. Dat is heel belangrijk. En ik vind het ook echt belangrijk om te zeggen. Mensen hebben vaak niet door hoe belangrijk de voor- en achternaam is. Mm-hmm. Omdat daar ook een spel achter zit. Wilhelmina, Juliana, Beatrix, Willem-Alexander. We kennen ze allemaal bij voornaam. Ja. En tegenwoordig kennen ze Willem-Alexander ook bij achternaam. Maar als ik vraag aan mensen wat is achternaam, kreeg ik in het begin heel vaak horen van Oranje. Ja. Nassau. Maar die hebben ze gekregen van Gratie God. Dus dat kan niet. Ja. Van Amsberg. Okay. Dat is hoe ze heten. Ja. Nou, het woord notabel. Ja, weet ik niet. Is Latijns voor voornamelijk. Oké. Okay. Dat is een notabel mens, dat is een notabel persoon. Mm-hmm. Dus zijn voornamelijk, Willem-Alexander is een notabel iemand. Mm-hmm. Weet je, voornamelijk iemand. Mm-hmm. Die worden ook bij voornaam genoemd. Ja, maar op het moment dat jij brieven krijgt van overheidsinstanties, is het altijd initiaal achternaam. Mm-hmm. De achternaam, op het moment dat jij naar de huisarts is, meneer of mevrouw Koppens of Jansen aanwezig, mm-hmm. zakelijk. Is altijd zakelijk. Mm-hmm. Als je hem zaken gaat doen, doe je altijd zaken met de achternaam, nooit met de voornaam. Dus een agent wil ook altijd jouw achternaam weten. En elke instantie wil je achternaam weten, want ze gaan zaken met jou doen. Binnen het handelsrecht, contractrecht, privaatrecht. Mm-hmm. Is allemaal handel. Interessant dit hè? Dus op het moment dat de agent vraagt, wie ben jij? Ja, Roberto. En je achternaam, die geef ik u niet. Want ik wil geen zaken met u doen. Want ze willen dat je in persoon treedt. Mm-hmm. Ja, want je bent niet een persoon, je hebt een persoon. Mm-hmm. En een persoon is de maskering van jou. Dat weet je van Gertrude nog. Mm-hmm. Dus ze willen jou in persoon hebben door die achternaam. Mm-hmm. Nu is de stelling, ben jij jouw achternaam? Nee, natuurlijk niet. Jij bent jouw voornaam, want dat is de naam die je hebt gekregen bij je geboorte. Ja. Ja, die is je geboortenaam. Ja. Jij kan je achternaam niet zijn, want je achternaam was er al voordat je was geboren. Ja, precies. Dat is een hele stamboom. Ja, dus, en daar komt dus ook van de familie. Ja. Van de familie achternaam vandaan. Dus het is heel belangrijk dat je... De stam, hè? De stam. Ja, en als je dan teruggaat naar het publiek en privaatrecht. Persoonsrecht, burgerrecht is privaatrecht. Mm-hmm. Dat is allemaal contract. Mm-hmm. De mensenrechten is publiekrechtelijk. Mm-hmm. Voornaam. Achternaam. Oké. Of initiaal achternaam. Oké, dus privaatrecht is een achternaam. Ja, dan heb ik hier dus een ander demotje van. Ja. Dus ik zou even deze goed voor het beeld houden. Ja. Dit is wat ik net liet zien. Publiekrecht en privaatrecht.
Publiek recht is voornamelijk en privaat recht is achternaam. Dat betekent dus dat publiek recht, koning Willem-Alexander, allemaal publiekrechtelijke mensen, voornamelijke mensen, voornamelijk is, dat zijn je mensenrechten en privaat recht zijn je burgerrechten. Je persoonsrechten, waar je alles mee doet op contractuele basis. Via de burgerlijke wetboeken. Ja, 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 ja. Artikel 1 van burgerlijk wetboek 1, titel 1. Dat is 3 keer is scheepsrecht. Mm-hmm. Dat is het ezelsbruggetje. Daar staat dat een ieder die zich in Nederland bevindt vrij is en bevoegd tot genot van burgerlijke rechten. Mm-hmm. Elk boek begint met artikel 1. Dat is de instapartikel. Ben jij vrij en bevoegd? Dus je bent een vrij mens, zegt dat artikel. En het is aan jou de bevoegdheid om gebruik te mogen maken van jouw burgerschap. Maar die bevoegdheid is aan jou. Waarom word je dan continu door die overheidsinstanties getrokken mm-hmm. in dat burgerrecht, in die burgerschap? Mm-hmm. Ja, je bent nou eenmaal Nederlands staatsburger. Je bent nou eenmaal je hebt nou eenmaal een burgerschap hier in Nederland. Mm-hmm. Nee, ik heb een burgerschap en het is aan mij de bevoegdheid of ik gebruik wil maken van mijn burgerschap. Mm-hmm. Net als dat mm-hmm. jij een lidmaatschap hebt bij de sportschool mm-hmm. en jezelf beslist wanneer je naar de sportschool wil gaan en welk apparaat je wil gebruiken van die mm-hmm. sportschool. Mm-hmm. Nou, je bent gewoon een mens van deze planeet natuurlijk. Ja, maar ja. Natuurlijk dat je een landgenoot bent. Ja, precies. Ja. Je bent van die muur, de burger, hè? Ja, ja, de burgerij. Ja, ja, ja. Die muur waarop een city zat. Ja, ja. Ja. En dat is heel belangrijk, dus weet wanneer identificeer je jezelf met de achternaam. Je achternaam mm-hmm. staat ook dik gedrukt op je identiteitskaart. Mm-hmm. Want dat maakt jouw maskering. Mm-hmm. En wat doen ze dan vervolgens? Kijk, hè, want krijgen ze daar dus dan geld voor als ze dus zaken met jou gaan doen? Of hè, ze willen jouw achternaam weten? Of dan ga je dus akkoord of zo als je een achternaam geeft? Wat gebeurt er op dat moment? Je hoeft nog niet akkoord te gaan doordat je achternaam geeft. Je achternaam is zeg maar jouw visitekaartje. Dus je geeft een visitekaartje af, mm-hmm. dus je legitimatie bijvoorbeeld, die geef je af. En dat is jouw visitekaartje waarop hun de handel of het gesprek aangaan. Mm-hmm. Daarom dat je op snelheidsboetes ook altijd beschikking ziet staan. Oké. Okay. Schikt het je wel, schikt het je niet. Een beschikking is altijd een besluit van iets. Dus iemand besluit dat jij blijkbaar de handel met hun bent aangegaan, mm-hmm. zonder dat jij daar zelf weet van hebt. Oké. Okay. Nu heeft dat ook weer te maken met het stemrecht en zo. Wat er dan gebeurt als jij je achternaam geeft op dat moment. Stel, hè, ze willen zaken met je. Ja, de politie komt. Dus op de achternaam gaat ze zaken doen, want dat staat in hun systeem ook. Ja. En daarmee gaan ze de handelgesprek aan. En daarop komen dus ook de zogenaamde boetes. Weet je? Ja. Waarop jij weer gaat geld moeten geven. Of ze beroven jou van je tijd. Mm-hmm. Want niks is meer waard dan tijd. Want mm-hmm. tijd komt niet meer terug en geld wel. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat ze continu doen. Jou beroven van jouw tijd. En je levensenergie. Ja, ja. Leegmaken, ja. Ja. En dat is eigenlijk heel, mag ik zeggen, satanistisch. Ja. Mag ik dat zo ja, zeggen? Duivels. Ja. Ja. Want dat is niet te koop met geld. Nee, precies. En het hele systeem draait om geld en tijdroving. Ja. Terwijl dat jouw tijd is. Ja. Jouw publiekrechtelijke kosmische tijd. Ja, sowieso echt dat je denkt dat sommige zaken ook die maanden, jaren. Ja. Iemand die is in een scheiding al 10 jaar lang. En die zit al 10 jaar lang in de ellende, in de schulden. En de rechter komt ook met geen enkele conclusie, weet je wel. Je echt denkt van, die rechters, hoe dan? Die rechters en al die advocaten, die worden allemaal meegeleid om dat systeem, dat schaakspel wat hun hebben bedacht, mee te spelen. Ja. Terwijl ze denken recht te spreken. Dat is echt, en denk je dat die rechters daar zich echt ook van bewust zijn? Of denk je echt, nou die zijn zo opgeleid en die denken dat hoort zo of dat moet zo? Of zijn ze naïef of zijn ze echt moedwillig? Ik denk dat het rechtssysteem en de wetsysteem in oorsprong is heel goed. Het Nederlands mm-hmm. rechtssysteem is echt mm-hmm. heel goed. Het is alleen dat binnen de evolutie van het systeem worden rechters en advocaten allemaal misleid en steeds meer zo gevormd. Waardoor ze denk ik niet meer goed het overzicht weten van wat nou de kern is van die rechtssysteem. Ja, ja, waarom ja. een rechter altijd moet vragen naar de achternaam. Ja. Bent u mevrouw Koppens? Hoezo wil jij mijn voornaam niet weten? Ja, precies. Weet je, dus dat is allemaal handel. Ja, ja, en ik denk dat rechters daar niet over nadenken. Nee, misschien weten ze het,
Ik ben misleid. Het is eigenlijk net als een religie, hè? Zo'n, ja. Ik bedoel, je ziet alles letterlijk in zo'n Bijbel staan, hè? Dat bijvoorbeeld de dood niet bestaat. Ja. Maar ze zijn wel allemaal nog steeds die dood aan het verkondigen, weet je wel? Ja. En dan denk je echt gewoon, het staat er letterlijk. Hallo. Ja, nee, dat klopt. En precies zo, hè? Weet je, het staat letterlijk in de wet. Hè? Je wordt behandeld als product. Want daarom win je ook, omdat je de wet erbij haalt. Ja, en zelfs... Maar ze worden niet zo opgeleid. Nee. En ze pakken dat artikeltje wat hun uitkomt en dat wat hun uitkomt. En de rest veegt ze over tafel. Ja. Terwijl, er is maar één wet en dat is strafrecht. Strafrecht is de wet. Niet dwingen, niet stenen, niet doden. Niet andermans rechten schenden. Ja. En je hebt het paradijs. Ja. En al de rest is een welbevinden van een wilsverklaring. Ja, ik wil het, nee, ik wil het niet. Dus dan heb je nog wetgeving. De wet die jou gegeven wordt door middel van contracten en overeenkomsten. Mm-hmm. En regelgeving. Mm-hmm. Dus regels die jou gegeven worden door een corporatie of een organisatie, mm-hmm, die jou dat oplegt na een inschrijving. Mm-hmm. Maar dat doe je op eigen keus vaak. Mm-hmm. Dus de wet is strafrecht en die geldt voor iedereen. Artikel 2 strafrecht. Mm-hmm. Wetgeving is op eigen keus. Ja, ik wil het, nee, ik wil het niet. En als je niet wilt, dan gaat het over. En als je de dwang op gaat uitoefenen, dan is het strafbaar. Mm-hmm. Want in de wet staat dat je niet mag dwingen. Ja. Ook ambtenaren. Ja. Ja, en dan hoor je allemaal van die mensen, hè, want ik heb natuurlijk meerdere video's opgenomen hierover dit soort dingen, omdat het is reuze interessant. En ik vind het heel belangrijk dat iedereen zijn eigen wetten en rechten kent, hè, ja, zodat we weer in onze kracht komen te staan. En dan heb je natuurlijk, hè, van die trollen noem ik het maar, hè, die ingezet worden om dit natuurlijk onderuit te halen. Ja. En natuurlijk zeggen dat dit... niet goed is of niet goed. Ik kwam een video ook tegen. Die werd gedeeld over Michael van Leeuwen met Blackbox. Ja, heftig, en dan zag ik, ja, ik vond hem heftig. Ja, echt heftig. Ja. Die man die mocht ten eerste niet uitpraten, Michael. Nee. En ten tweede werd hij zo onderuit gehaald door de juristen Jeroen Pols. Ja, precies. Nou, dat ik echt dacht van, dan zie je die arrogantie, hè, of dat iemand belachelijk gemaakt wordt. Ja, en weet je wat belangrijk is, wat Jeroen Pols zegt ook, en enigszins heeft daar gelijk in, je gaat gezeik krijgen. Ja, maar dat heb je toch ook als je niet doet. Ja, maar dat zegt dat iets over jou? Die het recht kent, of zegt er iets over het systeem? Want op het moment dat je bij de maffia gaat en je zegt, joh, ik stop ermee, of je gaat er tegenin, ga je ook gezeik krijgen. Ja. Zegt dat iets over de maffia, of zegt dat iets over jou die uit de maffia wil stappen? Precies, die geen slaaf wil zijn. Snap je? Dus het zegt, als je gezeik gaat krijgen, zegt het dat het systeem niet duldt, dat je tegen de haren instrijkt. Ja. Ja. Dus dat het systeem die maffiapraktijken eigenlijk vertoont, die jij niet meer wilt. Ja. Dus de jongen zegt dan ook, ja, het enige wat ons kan helpen is binnen het systeem nog enigszins tot een oplossing komen. Nee, want dan hou je het systeem in stand en zij bepalen wat dan de oplossing moet zijn. Zij bepalen de routes die jij moet bewandelen en wat je wel en niet kan doen. Nee, dat is niet de oplossing. Dus ja, als je tegen iets ingaat, ga je sowieso gezeik krijgen. Als je tegen mij ingaat, ga je gezeik krijgen. En als je, dat is een natuurlijk proces ook. Ja. Dus, En ik zeg wel altijd tegen mensen, leer alles voordat je... Ja. Je gaat niet in zwembad springen als je niet kan zwemmen. Nee, leer eerst zwemmen, doe je kennis op. Ja. Want, en oefen. Want ik ken heel veel mensen die inderdaad in het diepe springen zonder kennis. En dat is denk ik meer wat Jeroen bedoelt. En die dan op een gegeven moment niet meer weet waar die uitkomt. Ja. Dus choose your battles, kies je battles en doe je kennis op. En ga vanuit daar de strijd aan, wat jaren kan duren. Maar ja, weet je wat het is? Ik bedoel, ik ken ook mensen die hebben dat altijd netjes volgens het boekje gedaan. En die hebben toen in 2005 met die faillissement van die banken allemaal, financiële crash, die zijn letterlijk van de brug afgesprongen. Ja. Omdat ze bang waren, omdat ze geld verloren hadden, of omdat ze weet ik veel, zoveel belastingschuld ineens hadden. Hoge druk hebben. Ik denk, nou, ik weet het niet hoor, maar hoe dit systeem is opgebouwd is natuurlijk niet normaal. Dat je jezelf van de brug laat gooien, omdat je geld verliest, of omdat je mag misbruik altijd het volgens het boekje hebt geleefd, weet je wel. Dan denk ik van ja. En trouwens niet volgens het boekje. Het zijn de regels die de overheid heeft verzonnen, maar die helemaal niet volgens de wet gaan. Ja. Want dat was ook zwaar onrechtmatig hoe het met die bankstelsel ging. Ja, zeker. Die hebben zoveel geld gestolen van die mensen. En vervolgens gaan ze die banken nog spekken ook. Ja. Waardoor die banken nu meer naar de overheid moeten luisteren. Ja. Dus ik zeg het helemaal niet goed, want het was niet volgens het boekje. Het was volgens de regeltjes. Althans, volgens... het deugdelijke, dat je deugt. Weet je wel? Ja. De normen en waarden die zij in acht nemen. Ja, precies. Ja. Hè? Dat je het schaapje bent. Ja.
Ja, en Jeroen Pols is natuurlijk ook wel jurist, maar je ziet ook heel geïndoctrineerd binnen het systeem. En hebben advocaten ook, die leggen ook een eetaf aan het systeem. Ja. En je kan niet afwijken van het systeem, want het systeem is nu eenmaal zo. En ze zijn ook bang voor hun eigen hachie, ze hebben heel veel ego. Hè? Kijk, zijn nog niet spiritueel ontwikkeld. Nee. Weet je, die mensen die denken, ja, maar wacht eens even, als iedereen dadelijk het recht gaat leren, dan ben ik dadelijk niet meer nodig. Heb ik geen geld meer? Nee, dan kan ik geen facturen meer schrijven. Nee. Dat is maar Michael van Leeuwen heeft alles goed bij het rechte eind. Dat is mijn leermeester en ik snap hem door en door. En die weet ook de fundamentele grondslagen in recht. Die achternaam komt van code Napoleon. Mm-hmm. Napoleon is daarmee begonnen, de verplichte achternamen. Mm-hmm. Vroeger had je burgers en buitenlui. Dus in de stadsmuren had je de burgers. Wat vroeger, dan moet ik even in aanname zeggen, borgers was. Mm-hmm. Dus je stond borg, letterlijk. Mm-hmm. Dus net als dat je een auto koopt waar je borg voor moet betalen, daar ga je extra zuinig mee om. Mm-hmm. Om je borg weer terug te kunnen krijgen. Ja, om je borg terug te krijgen. Dus die borgers binnen die stadsmuren, die moesten verzorgd worden. Die zorgden ook voor de arbeid, dat stadsmuren gebouwd werden en de handel binnen de muren. Mm-hmm. Maar die zorgden ook voor de handel, de voor alles, belastingen, alles. Mm-hmm. Ze leverden geld op. Tot het moment dat ze borg moesten staan voor de inbreuken op de stadsmuren en dat er iemand anders vanuit een andere, weet ik, inbreuk maakte. Ja, dan werden ze neergezet. Voor het Rijk, alles om het Rijk te verdedigen. Mm-hmm. En dan sta je borg voor die koning. Ja. Snap je? Ja. Dus, gewoon een soldaatje, Jan. Ja. Ja, pionnetje. En dat is eigenlijk ook wel een beetje waar we nu zitten. Het is echt schandalig, hè? Ja, nou. Ja. Daarom, je bent geen burger. Precies. En weet je wat het ook zo mooi is, hè? Ik bedoel, duizenden mensen, ja, ook mensen die nu kijken, die voelen aan hun water dat het zo is. Ja. Alles wat jij spreekt raakt tot in het hart. Dankjewel. Nee, maar is zo. En ook degene die bij mij ook zijn geweest en ook dit vertelde. Het raakt in het hart omdat je weet dat het zo is. Dat het klopt. Ja? Kijk, hoe je dan nog inderdaad die brieven moet schrijven. Of hoe je jezelf moet neerzetten. Ja. Hè, dat zijn even weer de stappen die je inderdaad samen moet gaan uitzoeken. Van hey, hoe kunnen we dit het beste doen? En daarvoor kan je natuurlijk bij Roberto. Stichting Recht en bij mij ook. Ja, zeker. En of bij Jeroen of bij Michael van Leeuwen. En zo zijn er heel veel mensen. Paolo en Roeland die ik hier heb gehad. Er zijn zoveel mensen mee bezig. En oriënteer je ook breed. Want iedereen heeft zijn kwaliteiten. He, iedereen is steeds een stapje verder aan het komen. We zijn allemaal nog aan het leren. En ze worden bang. Je merkt het ook. Ze worden ook banger. Ze verschuilen zich meer achter de rechtspersonen en verschillende titels. De AIVD heeft al een heel stuk over de soevereine mens geschreven. Oh ja, dat ze bedreigend zijn voor de staat. En, dat snap ik. Ja. Wat natuurlijk onzin is, maar nou, ja, voor hun staat zijn wij bedreigend. Ja, maar precies. Zij bedreigen ons ook. Ja, wij, en die stuk heb ik nog niet gelezen. Nee, ze stappen dus, over je heen als je dood ligt. Ja, ja. Dus het is echt, het systeem werkt maar één richting uit continu. Ja. En wij moeten vanuit de andere richting komen. Ja, maar ik heb toen ook zo'n heel stuk ook verteld waar bijvoorbeeld de politie vandaan komt. Weet je wel, hoe dat is ontstaan. En dan zag je ook dat het van koning Augustus is dat eigenlijk ontstaan. Er waren eerst de slaven en die heeft hij later een functie gegeven. Dat de slaven dus wat meer vrijheid kregen en een machtspositie kregen, waardoor die slaven hun werk bleven doen. Oh, ja, en eigenlijk ook niet meer erg vonden om slaaf te zijn. Nee. Want ze kregen ineens een machtspositie. Ja. En dat is het politiekorps geworden. Hè, corpus van lichaam. Ah, ja. Wow, Het politielichaam, zeg maar. Ja, dat is wel heel bijzonder. Die kende ik nog niet. Ja. Maar dat gebeurt nu eigenlijk ook met de BOA's. Hè? Ja, dat zijn ook de rijkspolitie is weg en de BOA's, de handhavings, die doen de afdankwerk wat de politie eerst deed. En die denken dan ook helemaal in de shit te zijn. En krijgt steeds meer bevoegdheden tot het toepassen van geweld, zogenaamd. Ja. Maar nog niet zoveel als de politie. En het zijn eigenlijk mensen die gewoon van de straat worden gevoerd. Nou, dat zijn diep gekwetste mensen. Ja. Want een normaal mens wil dat werk niet doen. Ja, want dat is tegen de ethische, ethische kant van de mens, weet je. Als je zo kijkt, wat regeltjes moeten zijn, dat is logisch. We moeten allemaal respect voor elkaar hebben. Maar, het wetboek van strafrecht voor. Ja, precies. En dat is alles kan en alles mag, mits dat de ander zegt nee. Ja.
En tot daar gaat de bevoegdheid in andermans recht voor jou. Ja. Als anders zegt nee, dat is net als seks. Ja, je mag erin, nee, je mag er niet in, in mijn geval. En dan daar houdt het op. Ja. De hele Joris Demminga wordt weggewuifd. Die worden allemaal de hand boven het hoofd gehouden. Ja. Het is schandalig. Daarom, als dat al de basis, of het was dan de baas, maar er is nu natuurlijk weer een of andere gek over teruggekomen waarschijnlijk. Maar in ieder geval, dat was dus de baas van het politiekorps. Ja, dat was justitie en veiligheid. Ik bedoel, Joris Demminga. Dat moet dan de justitie en veiligheid. Wat voor veiligheid? Ja, en dat is ook leuk. Om even te benoemen. Ja. Nu is het justitie en veiligheid, maar vroeger was het veiligheid en justitie. Oh, waarom is dat veranderd inderdaad? Het heeft allemaal te maken met de privatisering. Vroeger had je GBA en nu heb je BRP. En wat houdt dat in? Een gemeentelijke basisadministratie had je en nu heb je basisregistratie personen. Personen is privaatrecht. Ja. Justitie is een organisatie. Mm-hmm. Veiligheid is publiekrechtelijk. Dus justitie is privaatrechtelijk en de veiligheid is publiekrechtelijk. Want de veiligheid moet publiekrechtelijk gewaarborgd worden. Mm. Dus je moet eerst door het private justitie om de publieke veiligheid te waarborgen. Daarom hebben ze het omgedraaid. En het is te bizar, want dat schapje kost miljoenen, een naamsverandering. Dat heeft miljoenen gekost. Waarom zou je dat doen? Het GBA en BRP, gemeentelijke basisadministratie, daar komt het hele woord persoon of burger of wat dan ook niet eens in voor. En hoe heet het? Basisregistratie personen. Privaatrechtelijk. Een persoon is altijd privaatrecht. Dus basisregistratie van het zakelijk handelende persoon. Terwijl, basisregistratie van de zakelijk handelende persoon. Terwijl vroeger had je de gemeentelijke basisadministratie. Ja, het is gewoon te zorgen. Publiekrechtelijk.